Ja, wij piekeren over gisteren en over vandaag, maar ook over morgen. En dat doen zij gewoon niet. Zij nemen het leven gewoon zoals het komt. Er gebeuren af en toe wondertjes. Zo. Iemand die de dieren altijd op afstand hebben gehouden en die dan ineens zo heel voorzichtig gaan zitten aaien. Het zijn allemaal zintuiglijke ervaringen die ze gewoon plezier doet. En dat doet je gewoon goed. Je kunt hier bij de dieren of op de boerderij, maar je kunt ook mee gaan zwemmen, mee wandelen, mee paardrijden. Je kunt ze bezoeken, je kunt ze ophalen, mee naar een cafeetje te gaan of een koffie te drinken of naar PSV. Je kunt hier op zoveel manieren vrijwilligerswerk doen. Het is allemaal niet heel belangrijk, maar het zijn wel dingen ja, die mij in ieder geval voldoening geven. En denk van ja, waarom zijn er niet meer die dat doen? Het doet goed aan twee kanten. Dat maakt je vollediger mens.